Hij ging wel hoog. Kijk eens! Dit is, in principe is dit intrinsiek talent, ja. Met misschien wel externe motivatiepunten. Het is natuurlijk heel veel geld te verdienen. Ja, je moet een beetje flexibel zijn in de heupjes. En dat, dat krijg ik vaak één keer per week moet ik dat doen van Wang Chui. Zorg dat de heupjes soepel blijven. En dan, ja, dan dat zie je al wel, dat dat toch wel effect heeft. Het is bijna tijdrijden. Dat is één. Of het ons jaar was, hè? Zo blij als toen ben ik niet meer geweest. Maar dat was wel iets wat ik gewoon heel graag wou. Als het je uiteindelijk maar één keer lukt in je carrière om kampioen te worden, terwijl je wel altijd meedoet internationaal, dan zou dat een gemis zijn. Dus die tweede wou ik zeker hebben. En dat, ja, dat zie ik toch wel een beetje als een overwinning van ons tweeën, ja. Mathieu die steekt er gewoon heel veel tijd in om mij een fractie sneller te maken. Met name lange tijdritten, ja, daar wil ik toch elke keer eigenlijk wel mijn advies meegeven, dat hij hem beter wat kan indelen. En hij heeft natuurlijk ook hele goede tijdritten zonder in te delen gereden. Maar ik heb wel het gevoel dat ik een beetje ruimte begin te winnen dit jaar. Ik ben gewoon nog een beetje ouderwets daarin. Van een tijd dat gewoon zo hard mogelijk rijden en niks pacen. Maar nu zondag had hij toch een pacingsstrategie. Maar toen ik eenmaal bezig was, toen merkte ik gewoon dat die wattages, dat wel klopte eigenlijk. Ja, dit jaar voelt dat wel een beetje als de kroon. Ja. Want het ploegentijden te winnen in de Tour, kijk, er is geen WK meer, dus hoger dan dat wordt het niet. En ook nog met zo'n verschil. Ik stond langs de kant, maar ik besefte wel dat daar iets heel bijzonders gebeurde. En later dacht ik, ja, ik ben wel gewoon echt onderdeel van dit traject geweest daar naartoe. 2005 was natuurlijk een beetje het rampjaar qua overwinningen. Ja. Maar ook in de algemeenheid veel negativiteit. Maar wat we vanaf dat moment hebben gedaan, het is wel een omgeving gecreëerd waarin iedereen echt optimaal kon gaan presteren. Dat er duidelijkheid komt en tegelijkertijd dat je ook een beetje geluk hebt met Dylan en Primoz. Wat toen nog twee vooral talenten waren die zich zo hebben doorontwikkeld. En daar zijn wij natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor dat wij, zeg maar, die omgeving hebben gecreëerd dat zij inderdaad de toppen van hun kunnen konden bereiken en aan het bereiken zijn. Dat proces van wie halen we binnen, dat hebben we ook in die periode veel uitgebreider opgezet. Dus inderdaad inspanningstesten laten doen, uitgebreid gesprek, veel meer navraag doen en zo. Dus om nog een veel beter beeld te krijgen van de renner, ook veel beter inzichtelijk te krijgen van wat hebben we nodig, waar zitten nog, zeg maar, de gaten in de selectie waar we sterker moeten worden. En niet gewoon naar de uitslagen hebben gekeken en gekeken van hoeveel geld hebben we nog over. En hebben we echt heel bewust dat stukje ook opgepakt. Het stukje tijdrijden is ook vanaf 2015, denk ik, heeft echt een vlucht genomen. Ook omdat we op dat moment echt gezegd hebben, dit moeten we echt grondig aanpakken. Ik ben me er heel veel bewust van, ook al wordt het 52 keer gewonnen, dat elke overwinning bijzonder is. En overwinning moet je blijven vieren. Maar ja, ik vind het echt heel mooi dat we daar zo in de jaren naartoe gegroeid zijn. En dat, ja, normaal komt het besef pas later, of vaak komt het besef later. Maar nu, een groot deel van de ploeg beseft hartstikke goed dat dit een heel bijzonder jaar is.